Half uur geleden, op het moment dat de koninklijke bus om de hoek kwam van de Loolaan en zou gaan rijden naar het Loo. Daar komt dus die auto. Die auto die al beschadigd is op het moment dat hij er doorheen komt. Die rijdt met een vaart tegen de naald aan, tegen dat monument. En wat we er vervolgens zien is dat daarachter natuurlijk de koninklijke familie geschrokken. En daarachter op de grond liggen dus heel veel gewonden. Zoals we nu weten zijn er 14 gewonden gevallen. Er was meteen natuurlijk paniek ook bij de toeschouwers. Meteen snel de politiemensen toe. Hier zien we hoe de politiemensen bij die auto staan die door die menigte is gereden. Die dus uit de richting kwam waar je niet zomaar kon zijn. Je mocht niet zomaar dat parcours op. Mensen op de grond, mensen geschrokken. En vervolgens dringt het natuurlijk door in de stad, dringt het bij mensen door en die zijn allemaal geschrokken.